Volgens recent Zwitsers onderzoek leveren UMTS-masten geen enkel risico op voor de gezondheid van omwonenden. En toch wil de gemeente Spijkenisse geen vergunningen afgeven voor nieuwe masten en heeft zelfs een bestaande vergunning ingetrokken. Verstandig of geeft het gemeentebestuur toe aan massahysterie? Hier is het allemaal begonnen. Ja, hier ligt het stuk beton met de betonijzers waar de KPN-mast een klein jaar geleden geplaatst zou worden. En gelukkig door ingrijpen van de gemeente is dat niet gebeurd. Men heeft de vergunning ingetrokken en men kan er dus niets mee verder. Ik denk dat er door de gemeenteraad van Spijkenisse een afweging is gemaakt tussen de maatschappelijke onrust en de wetenschappelijke onderzoeken die zijn gemaakt. En de gemeenteraad die heeft besloten om toch naar de maatschappelijke onrust boven de eventuele onderzoeken te plaatsen. Uiteraard een triomf. Wij zijn als FCS razend blij met deze gemeente en uiteraard met het college wat er zit. Dat ze er ook daadwerkelijk wat aan doen en eigenlijk voorop gaan nu in Nederland. En dat is een hele goede zaak. Hier moest die komen. De KPN-mast voor mobiel dataverkeer. Maar actiegroep Spijkenisse tegen straling wist het tegen te houden. Na een eigen enquête op plekken waar al UMTS-masten staan. Toen we die formulieren terugkregen en totalisatie hebben gemaakt. Ja, toen zijn we zo geschrokken over hoeveel mensen daar klachten hebben. Dat is gewoon onwaarschijnlijk. Duizeligheid. En oogmigraine, hè, vervanging, wat in de geneeskunde hoofdpijn eigenlijk vervangt. Maar waarom denkt u dat dat met die masten te maken heeft? Absoluut. Omdat toen dat begonnen is en die mobiele telefonie in zijn totaliteit grote vormen aan ging nemen, kwamen bij mij de klachten. De klachten die heel veel voorkomen zijn hoofdpijn, droge keel. Met name slapeloosheid. Ik geloof dat 56% van de mensen gewoon slapeloze nachten heeft. Sommige mensen kunnen zelfs helemaal niet meer slapen. Zo gauw we hier weg zijn, is het over. We gaan heel vaak dus een aantal dagen naar vrienden in Nunspeet. Daar hebben we nergens last van. En zo gauw we weer thuis, dan begint het weer. Dat geven ze allemaal aan. Zo gauw ze maar enkele dagen weg zijn uit hun omgeving daar, uit je stralingsomgeving. Ja, dan voelen ze zich gelijk een stuk beter. Mensen die klachten ervaren die klachten. Dus daar moet je heel serieus mee omgaan. En ik denk dat het goed is dat er aanvullende onderzoeken komen naar met name die gevolgen op lange termijn. Want daar is uiteindelijk nu de onrust over. Spijkenisse is de eerste gemeente die besluit UMTS-masten geen vergunningen meer te verlenen. Opmerkelijk, want staatssecretaris Van Geel van Ruimtelijke Ordening verklaarde onlangs op basis van Zwitsers onderzoek dat UMTS-straling geen acuut gevaar oplevert. En de conclusie is dat er geen effecten zijn. Dus ik ga ervan uit dat nu ook die plaatsing doorgezet wordt in al die gemeenten die tot nu toe geaarzeld hebben. Is het niet gek dat een gemeente zo direct ingaat tegen de woorden van een staatssecretaris? Ik denk dat de gemeente hun eigen verantwoordelijkheid moet nemen voor haar bewoners. En ik denk dat we dat hebben gedaan. De actiegroep Spijkenisse tegen straling veegt de vloer aan met het Zwitserse onderzoek waarop Van Geel zich beroept. Ja, daar gaat hij een beetje aan voorbij. Dat het een onderzoek was waar men blootgesteld werd aan 45 minuten straling per dag. Ja, in 45 minuten straling, daar gaan weinig mensen wat van opleveren. Ik bedoel, als je zo'n onderzoek wil doen, heb het dan over een middellange termijn of een lange termijn. Dan weet je, kan je mogelijk iets uitsluiten. Het Zwitserse onderzoek is, en dat wordt ook door de onderzoekers genoemd, een onderzoek naar korte termijn effecten. Je mag ook nog niet verwachten dat er al onderzoeken zijn naar lange termijn effecten van UMTS, omdat het nog maar kort beschikbaar is. In zo'n geval moet je altijd terugvallen op de kennis die wel beschikbaar is. En dan praat je over onderzoeken die gedaan zijn voor GSM, voor allerlei andere frequenties. En daaruit blijkt, uit al het wetenschappelijk onderzoek wat de commissie bestudeerd heeft, dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de lange termijn effecten als gevolg van elektromagnetische straling bestaan. Nou, moet je luisteren. We hebben wel ziektes onder ons leden, maar of het van die was komt. Dat weet u niet zeker? Dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Veel van uw buren denkt dat het door die masten komt, hè? Ja, die mevrouw is verhuisd. Dat is wel zielig, hoor, want zij vertellen, ze heeft echt verdriet ervan, hoor. Maar die is er ziek van. Die heeft dat hier in de oren zitten. Een meneer, die is nu 3 maanden ongeveer weg. Die heeft altijd ontzettende last gehad van die hoofdpijn en slapeloosheid. Hij heeft absoluut helemaal nergens geen last meer van. Slaapt weer heerlijk en heeft absoluut helemaal geen hoofdpijn meer. De verhalen zijn talrijk. Maar gaat het om reële klachten of massahysterie? De Gezondheidsraad vergeleek diverse onderzoeken naar UMTS-straling. De uitkomst van dat literatuuronderzoek is nog steeds dat er geen aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten van elektromagnetische straling. Dat standpunt, dat handhaven wij.
geen gezondheidsrisico's bij UMTS-masten? Niet wetenschappelijk bewezen en niet wetenschappelijk aangetoond. En zolang dat er niet is, moet je ervan uitgaan dat er geen risico's zijn. Dit is? Nou, hier zie je dat hij nog binnen een redelijke marge valt. Het is al iets verhoogd hier op de galerij. Ja, en hier komen we dan om de hoek bij de masten staan. Ja, dan slaat hij dus gewoon echt helemaal op tilt. Dan kan de meter het niet eens meer aan. Dan gaat hij buiten zijn bereik. Maar dat is nog steeds binnen de normen van de overheid, toch? Dat is binnen de normen van de overheid. Maar de overheid heeft dan ook de hoogste normen van de hele wereld. En dat is voor UMTS 63 volt per meter. En ja, dat is gigantisch. Bij Jan Moret is een jaar geleden een zeldzame vorm van kanker ontdekt. Door de UMTS-straling, denkt hij. Sinds die UMTS-masten hier op dak staan, is dit dus tevoorschijn gekomen. En ik ben niet de enige in het gebouw, hier in het flat. Er zijn er nog meer rare gevallen tussen aanhalingstekens. Zoals? Zoals een buurvrouw hier verderop. Die woonde tussen vier woningen verder. En die was kerngezond en binnen een half jaar gestorven aan kanker. Maar die woont vlak onder die masten. Ja, dat is natuurlijk heel triest voor die meneer. Maar dat is hoogst onwaarschijnlijk, want een tumor groeit niet in zo'n korte termijn. Daar gaat meestal langere termijn over. Dus als hij dat zegt van sinds die neerzetten van die masten, dan denk ik dat dat puur toeval is. En waarom blijft hij hier dan wonen? Waar moet ik dan heen? Overal staan die dingen. Kijk maar hier in Spijkenis rond. Overal staan die dingen. Moet ik op de hei wonen? Overal staan die dingen. Spijkenisse is nu de eerste gemeente die heeft gezegd geen nieuwe UMTS-masten meer. Wat vindt u ervan? Prima. Daar sta ik volledig achter. Ik las het vanmorgen in de krant. Nou, er is voor mij al een spanning van me afgevallen, zeg maar. De providers hebben met de overheid afgesproken dat er begin volgend jaar een landelijke dekking van UMTS moet zijn. Toch is wethouder Maurik niet bang voor juridische procedures van boze telecombedrijven. Nee, daar ben ik niet bang voor. Het collegebesluit, dat is helder. En als daar eventuele gevolgen uit voortvloeien, dan zien we die gevolgen op het moment dat ze daar zijn. Ander onderwerp nu. In ons land is...